Yoni Asiero. Jarenlang zorgde de spits voor vele doelpunten. Hij heeft er nu zo bijna 250 op zijn naam staan. Maar nu vindt hij het genoeg geweest. 1, 2, 3. En dit is de voornaamste reden voor zijn afscheid. 6, 7. Hij wil in het weekend meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Tenminste zag ik het zeker. En zeker een beetje die wedstrijdspanning naar een wedstrijd toe leven. Het zal ook wel wennen in de loop van de tijd. Ja, tot straks. Cheryl is nu bezig aan zijn 15e seizoen bij ASV Dronten. Elke zaterdagmiddag die sporttas inpakken en naar het voetbalveld. Hij is nu 34, maar nog steeds van onschatbare waarde voor zijn club. In alle elftallen dat hij bij ons gespeeld heeft en in alle competities dat hij gespeeld heeft, was hij altijd topscorer. En dat was niet natuurlijk alleen in de derde klasse, de tweede klasse of in de eerste klasse, maar ook in de hoofdklasse, waar hij toch altijd in het bovenste rijtje stond van topscorers van spelers uit die competities. Dus, en dat wil toch wel wat zeggen, dan hebben we speciale kwaliteiten. Openingsfase van de wedstrijd, kwartiertje gespeeld. Balbezit voor Yoni Asiero en die doet dan dit. Een geweldig doelpunt van Asiero. Afstandsschot van Slijtka. Ja, de keeper laat de bal los. En dan is het Asiero die natuurlijk zegt dankjewel. Herrewijn richting Asiero. Aanhalen met rechts, schieten met links. En dat is 0-2. Asiero. Asiero gaat dit doen. Jawel. 1 tegen 0. Ja, die gaan we zeker missen. Zeker weten. Geweldige spits. Veel voor aanspreken dingen. Heb je al nagedacht hoe je straks je zaterdag moet gaan invullen? Oh ja, genoeg te doen hoor. Dus, dat weet ik niet. Ik zie wel hoe het loopt. Misschien lekker een dagje weg of wat dan ook. Misschien de kinderen gaan sporten, dus dan ga ik met de kinderen mee. Dus dat komt wel goed. Door de jaren heen had hij dus lang weggekund. Bij andere clubs. Dat hij heel veel geld kon verdienen. Maar hij is hier toch gebleven en daar bewonder ik in hem. Hij neemt zo'n beslissing en ik weet ook om wat voor reden als hij dat doet, door zijn werk en door zijn gezin. Ja, en dan houdt een keer op natuurlijk. Hij heeft gewoon een neusje voor het doel, hè. Hij staat altijd op de goede plek. Als je ziet, dit seizoen scoort hij toch weer meer dan 10 doelpunten. En hij is gewoon heel belangrijk voor ons. Daar heeft ASV deze succes mee aan te danken. Want het is een spits die elk jaar goed is voor meer dan 20 doelpunten. Om Yoni te vervangen, dan moet je wel heel goed zijn. Zo'n spits krijgen we nooit weer, denk ik. En ook vorige week zaterdag pakte hij weer een doelpuntje mee. Wat ga je het meeste missen, denk je? Scoren, denk ik. Scoren, dat zou ik wel het meeste missen. Ja, natuurlijk. En voetballen met die gasten, dat zou ik wel het meest missen. Mag ik je bedanken voor al die mooie jaren die je ASV Dronten hebt gegeven. Maar ook de voetballiefhebbers in Flevoland. Ja, het zijn mooie jaren geweest, absoluut. Ja. Tja, Yoni Asiero, een echte clubman.